aan de andere kant van de laptop zit Ilko Slingerland van Flying Eagle. En jullie gaan een nieuw concert. Jullie hebben een aantal concerten geven jullie regelmatig. Maar ja, in deze tijd is een concert geven even heel wat anders, toch? Ja, dat klopt. Sinds 2017 ben ik natuurlijk voor mezelf begonnen. En een van de dingen wat ik ook doe, is het organiseren van één of meerdere concerten. Ik heb nu 3 edities in Moordrecht gedaan, in de Dorpskerk. Mm-hmm. Komende zaterdag heb ik voor het eerst in Rotterdam IJsselmonde staan, een concert. Maar ja, dat was natuurlijk het hele jaar, het was natuurlijk al een tijdje spannend vanaf maart. Van, ja, kan het wel of niet doorgaan? Ja. Nou, we hebben het wel door laten gaan. Kijk, financieel is het gewoon niet rendabel om te doen. Mm-hmm. Want zou je echt uit de kosten komen en iedereen datgene willen geven wat ze verdienen en wat hun loon is, zeg maar. Ja, dan mm-hmm. komt op een prijskaartje uit van 70, 80 euro per persoon. Dat gaan mensen niet zo snel doen dan. Nee, hè? Dus we hebben gekeken op een alternatieve wijze van hoe kunnen we dat toch een beetje rendabel maken. Nou, dat betekent we moeten dus eigenlijk veel meer gaan werken. En dan hopen dat het wat oplevert. We hebben de entree wel wat verhoogd naar 20 euro. Maar je ziet wel dat de angst bij de mensen erin zit. Want het bestellen van kaartjes is op het moment ook toch... En dat hoor ik ook om me heen, dat mensen toch wat even de kat uit de boom kijken, om het zo te zeggen. Van hoe verloopt alles? Dus het is best wel een lastige tijd om iets te organiseren. Ja. Door mijn netwerk en ook door mijn andere activiteiten kwam ik dus bij ATG Audio Visueel in Vuren terecht. Ja. Die ken ik via een andere, in een ander verband. En die hadden hun studio beschikbaar. Want ook zo'n organisatie die voor evenementen, concerten, noem maar op, aan verlichting, techniek en dergelijke doen. Ja, zo'n bedrijf staat gewoon stil. Ja. Je hebt echt helemaal niets te doen. Nou, ik heb zelf ook best wel, en ik zit dan vooral in de populaire klassieke muziek, met diverse muzici ook contacten. Ook daar merk je gewoon dat voor verschillende muzici, ligt gewoon al 3 maanden hun werk stil. Ja, ongelooflijk eigenlijk, hè? Ongelooflijk. En als je gewoon alles bij elkaar hoort, het gaat niet over een paar tientjes. Nee, het gaat inmiddels gewoon over duizenden tot soms voor sommige bedrijven tot miljoenen euro's wat ze gewoon al verloren zijn in de afgelopen tijd. Nou, zelf merk ik het als kleine zelfstandige, merk je het ook. Want zeker als je op het gebied van adviseren en organiseren, dan kom je toch... merk je gewoon van, dat ligt stil, want niemand gaat wat doen, niemand kan wat doen, niemand mag wat doen, om het zo te zeggen. Ik heb dat zelf ook gemerkt met de gemeente Zuidplas. Ik had daar ook, zeg maar, voor een bevrijdingsconcert op 2 mei jongsleden mogen doen. Ik heb zelfs alternatieven nog aangedragen om te kijken van, kunnen we het op een andere manier doen? Hoe creatief je ook was en bent, zelfs dat is dan niet mogelijk. Ja, en dan houdt het eigenlijk wel een beetje op. Maar waar zit dan je verdienmodel? Dat merk ik natuurlijk zeker zoals met kunst en cultuur wordt er natuurlijk toch gezegd van, hoe moet je zeggen van, subsidie is niet noodzakelijk, noem maar op. Natuurlijk, bepaalde mensen krijgen een subsidie, maar er zijn genoeg muzici die helemaal geen subsidie krijgen. En dat heeft ook weer te maken van, en dat zie je ook als kleine zelfstandige, waar sta je ingeschreven? Is jouw locatie bijvoorbeeld thuis en jouw voordeur is ook tevens je studieruimte, maar ook woonkamer, om zo aan te duiden. Ja. Dan val je eigenlijk tussen wal en schip. Nou, dus alles bij elkaar. Toen had ik zoiets van, financieel kan ik dit natuurlijk niet in mijn eentje gaan organiseren, maar kunnen we het op een andere manier gaan doen. Dus ik heb met ATG's... audiovisueel in Vuren contact opgenomen. Ik zag hun oproep dat ze die ruimte beschikbaar hadden. Ik heb met André van Vliet, die ken ik ook zelf heel goed, die is organist, pianist, veelzijdig muzikus, ook best een breed repertoire aan muziek, overleg gehad. Nou, we hebben eigenlijk de koppen bij elkaar gestoken en ik moet zeggen, van ATG tot de muzici toe, maar ook het leveren van een concertorgel en een concertvleugel, daar zijn gewoon met elkaar goede afspraken gemaakt.
eigenlijk heeft het ons allemaal gewoon even nu wat gekost, als ik het zo mag zeggen. Het heeft ons een dag gekost, heeft voorbereiding gekost, heeft de levering gekost. Ja, wat we nu hopen is dat we dus door middel van het livestreamconcert op 19 juni 2020, dat we dus veel kijkers gaan krijgen. En eigenlijk maakt het ook ons niet uit, want het is echt een breed repertoire. Het is van Bach tot, als ik het mag zeggen, van Bach tot ABBA. Alles wat ertussen zit. Dus het is heel, ja, dat had je misschien niet verwacht, maar dat is heel divers. Ja, ik weet nooit wat ik moet verwachten bij muzici, hoor. Dus dat, ja, dat maakt het juist heel spannend. Maar goed, dan ga je dus een livestream doen. En eigenlijk, wat wil je dan? Mensen bijvoorbeeld dan een donatie doen om toch, zeg maar, ja, virtueel toegang te betalen? Ja, nou kijk, we hebben over nagedacht, er zijn mogelijkheden om te zeggen van joh, je gaat een livestream natuurlijk, er zijn mogelijkheden inmiddels dat je het eerst betaalt en dan toegang gaat krijgen. Dan heb je natuurlijk ook wel gelijk de euro's om zo te zeggen binnen, maar tegelijkertijd beperk je daarin ook weer de doelgroep. Kijk, er zijn ook gewoon genoeg mensen, hè, pak je mijn eigen voorbeeld als ZZP'er, en zo zijn natuurlijk heel veel mensen momenteel. Ja, dan let je wel eigenlijk even op elke euro om uit te geven. Ja. Dus als jij daar al vooraf een entree gaat vragen, dan ga je dat soort mensen eigenlijk alweer aan de kant schuiven. Nou, wij hebben gezegd, om een grote doelgroep te bereiken, laten we hem openstaan. En dan hopen we eigenlijk gewoon dat mensen het gaan waarderen. Ik noem het ook van, als jij naar een concert gaat, nou dan geven tijdens het concert of na afloop geven een daverend applaus. Om ja, de muzici en het optreden te waarderen. Dus ik zou bijna willen oproepen, mensen, we kunnen nu niet het applaus horen, maar geef een financiële applaus. Hè? Ja. Dat kan een euro zijn, dat kan 10 euro zijn, dat kan 100 euro. Het maakt ons in die zin niet uit. Kijk, hoe meer gegeven wordt, hoe beter. Maar dat is ook, hoe meer kijkers er zijn. Ik noem maar even een voorbeeld. Stel dat je 20.000 kijkers zou hebben en ieder geeft een euro. Ja, dat is ook mooi. Het hoeft soms niet altijd in het grote te zitten. Maar we hopen dat mensen het echt willen waarderen. En op basis daarvan willen we ook gaan kijken van, joh, gaan we dit vaker doen? Want zoals nu de huidige maatregelen ervoor staan, verwacht ik ook niet dat we op ja, grotere evenementen kunnen rekenen de komende maanden. Dat verwacht ik niet. Okay. Hey, hoeveel mensen kunnen er gelijk digitaal meekijken met het concert? Ja, in principe, zover ik weet, kijk, hij komt op je YouTube te staan en op Facebook. Dus ja, iedereen kan er gewoon op inloggen. Ja, dat zijn wel de grotere kanalen. Ja. Ik neem aan dat jij, nou, de links die komen straks nog onderin het artikel te staan, waar mensen straks kunnen joinen. Vind je het spannend? Ja, ik vind het wel spannend. Ik moet zeggen, ik heb vrijdag de hele dag daar gezeten. En ik moet zeggen, ik heb echt bepaalde momenten heb ik gewoon kippenvel gekregen. Ja? Nou, ik moet het eigenlijk nog anders zeggen. De vroegere, zeg maar in mijn tienerjaren, dat heette KIM. Moet je maar eens even op YouTube kijken, op KIM. En dan kom je wel iets tegen. Dat vond ik al best voor mezelf gaaf. Om het zo te zeggen. Toen ik met het organiseren begon, had ik wel zoiets van, oh, zoiets zou ik eigenlijk nog wel eens een keer willen organiseren. Maar goed, zo'n geintje kost gewoon geld. Ja. Je moet er ook een doelgroep voor hebben, voldoende. En die er ook gewoon entree voor willen betalen. Dus dat is niet een entree met 5 euro, maar ja, toch gewoon 20, 25 euro minimaal willen investeren dan voor de avond. En dan moet je toch wel 1000, 2000 bezoekers weten te genereren. Ja. Ja, zo'n illusie heb ik al ook van, ja, dat zit op korte termijn nog niet in. En zeker niet in de huidige coronatijdperk, om het ook aan te duiden. Maar eigenlijk, wat hier vrijdag is gebeurd, had ik wel zoiets van, ja, dit is zeg maar een populair klassiek concert, wil ik het noemen, in een nieuw, frissend jasje. En het is echt wel voor, ja, een heel breed publiek en toegankelijk publiek om te luisteren. Ja, en ik denk dat de mensen die van ABBA houden weer wat Bach kunnen leren. En de mensen die van Bach houden weer ABBA kunnen leren. Ja. En zoveel letters scheelt het allemaal niet. Vaak is wel de muziek is ontstaan. Want toevallig dat ik een tijdje geleden ergens dat ook hoorde. Van dat bepaalde nummers vanuit de popmuziek. Dat soms ook weer terug te leiden is naar klassieke muziek. Ik denk als basis. Klassieke muziek. Ja.
Er zijn bijvoorbeeld ook nummers van de Beatles. Waar je gewoon echt kan terugleiden naar klassieke stukken. Ja. Dus ik vind het wel heel mooi. Hey, wie zijn de meewerkende artiesten? De medewerkers zijn André van Vliet uit de Polsbroek, dus dat is ook niet ver uit de buurt. Die speelt het concertorgel van Johannes Orgelbouw uit Ede. Die heeft dat ook tevens geleverd, dat orgel. Jan Lenslink, en dat is, nou, je moet maar eens even kijken, maar dat is echt een beetje uit de licht klassieke muziek komt hij. En dat is, ja, ik vind het al jaren sinds dat ik Jan achter de piano kent, ik noem het ook maar altijd maar een soort elastiek, zeg maar, zoals hij erachter zit. Hij vliegt over die toetsen heen. Hij is zo flexibel, zeg maar. Maar die speelt dus de piano, de vleugel. Dan hebben we Mark Wester, doet slagwerk. Noortje van Middelkoop, de panfluit. En trompetduo Arjan en Ede Post, trompet. En Arjan en Ede Post heb ik, even kijken hoor, de eerste drie Flying Eagle concerten meegedaan. En André ook. Dus ja, dat zijn voor mij al geen onbekenden. Ja, en de andere muzici, ja, die ken ik ook via andere kanalen of al wel eens mee opgetreden, zeg maar, in het verleden. Nou, hey, spannend. Ik ga in ieder geval heel veel succes wensen. Dank je. Ik zal de link in het artikel zetten, dat de mensen kunnen doen. En wens ik je nog een fijne dag. Is goed. Dank je.